Ongelooflijk. Vandaag is het toch wel een historische dag, want voor het eerst in de geschiedenis leidt er een Nederlander het wereldkampioenschap. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Monaco weten te winnen. De Red Bull coureur reed een foutloze race en profiteerde eigenlijk wel van alle foutjes die er waren gebeurd. Zoals Leclerc, die kon niet starten vanaf pole. Valtteri Bottas die viel uit en Lewis Hamilton die finishte als zevende. Waardoor Verstappen op dit moment aan de leiding gaat in het kampioenschap. Het podium werd compleet gemaakt door Carlos Sainz en Lando Norris. Verstappen kwam bij het uitgaan van de vijf rode lampen goed van zijn plek. Hij wist Valtteri Bottas goed te blokkeren, maar Bottas wist toch wel enige tijd in zijn kielzog te blijven. Maar kreeg al snel te maken met bandendegradatie. Ja, de pitstop verliep vervolgens helemaal dramatisch voor de Fin. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dit voor het laatst heb gezien en of ik het überhaupt zo heb gezien, want een wielbout werd helemaal kapot gedraaid, waardoor de band gewoon niet meer van de wagen gehaald kon worden. Ja, Verstappen die kende zelf natuurlijk een uitstekende bandenwissel van 2,0 seconden, waarmee hij natuurlijk het o zo cruciale deel van deze race ongeschonden doorkwam. Ik heb hier nooit echt het gevoel gehad dat ik onder druk stond ofzo. Ik heb gewoon mijn banden kunnen managen. Iedereen achter me die ook maar iets dichterbij probeerde te komen, reed zijn voorbanden kapot. Dus dat gaf wel aan dat we de marge hadden. Op een gegeven moment wou Carlos het gat dichtrijden en ging zijn voorband eraan. Toen maakten we het gat een stuk groter, dus eigenlijk nooit echt onder druk gestaan. Ja, en als Winkelman opmerkt dat de Mercedes nu op hem moeten gaan jagen in plaats van andersom, antwoordt Max. Ja, uiteindelijk maakt me dat niet zoveel uit, want we moeten nu gewoon zorgen dat we ieder weekend competitief zijn, want Monaco kan soms wel een beetje een vertekend beeld geven qua performance. We weten natuurlijk dat Mercedes, als we weer naar normale circuits gaan, weer enorm sterk zal zijn. We moeten natuurlijk wel blijven doorwerken. En Carlos Sainz die is terecht blij met zijn tweede plek. Als je mij, voordat we naar Monaco gingen, had verteld dat ik als tweede zou eindigen, dan had ik er zeker weten voor getekend. Het zijn gewoon alle omstandigheden van dit weekend. Met Leclerc op pole, ik die tijdens de kwalificatie geen goede ronde kon rijden, wordt misschien toch iets minder zoet smaak dan dat het zou moeten. Maar ik ben ervan overtuigd dat als ik straks terugblik op dit weekend, ik erg blij en trots zal zijn. Ferrari kan trots zijn op haar auto en de stappen die gemaakt zijn dit jaar. Lando Norris is het seizoen van 2021 uitermate goed begonnen. De McLaren-coureur wist tijdens de seizoensopener van Bahrein al een onverwegs podiumplekje binnen te slepen. Ja, en heeft dat kunstje in Monte Carlo nog eens een keer dunnetjes overgedaan. Ik had niet verwacht dat het hier zou gebeuren. Het was ook een beetje geluk. Ik wil zeggen dat ik goed gereden heb en dat ik het hele weekend een goede auto heb gehad. We hebben een sterk weekend gehad. Mijn dank aan de jongens en meiden. Deze is voor hen. En Lewis Hamilton die was na afloop van de race absoluut niet blij met de werkwijze en de beslissingen die zijn genomen door zijn team. Rick Winkelman vroeg of hij nog enkele lessen heeft geleerd tijdens de Grand Prix van Monaco. Hij antwoordde, voor mij persoonlijk, nee. Om daar vervolgens een sneer richting zijn team aan toe te voegen. Want op de vraag of het team nog veel te leren heeft, zegt hij, het team zeker weten. Ik heb ze nog niet gesproken, ik weet niet waar alles fout is gegaan. Maar goed, en toen liep hij vervolgens weg bij de microfoon. Goed, het was zichtbaar niet de dag van Lewis Hamilton. Ja, welk cijfer geef jij de Grand Prix van Monaco? Laat het weten in de comments hieronder. En ja, ondanks dat het voor veel mensen morgen een vrije dag is, zijn wij er gewoon weer met een gloednieuwe GP Fans nieuws. Vergeet daarom niet te abonneren op dit kanaal en dan zie ik je morgenochtend weer. Tot dan! Hoi!